Goedemorgen allemaal. Het is maandagmorgen, de ochtend na de Lekkodagen. En we zijn net de gemeentehaven bij Wijk bij Duurstede uitgevaren. In de verte zien jullie nog de molen van Wijk bij Duurstede. En het zijn fantastische dagen geweest. De haven lag werkelijk bomvol. En het was een feest van herkenning. Mooie schepen, mooie motoren, maar bovenal mooie mensen. Het is altijd fijn om in Wijk bij Duurstede te zijn. Maar als je ziet hoe hartelijk we ontvangen zijn door de gemeente, maar zeker ook door het comité en het bestuur van de Lekkodagen, dan past maar één woord. Dankjewel. Dankjewel voor de fijne tijd, voor de mooie ontmoetingen. En fijn dat we te gast mochten zijn. Ons wacht nu nog de reis terug naar Lobith. Dat wordt nog wat spannend. Want op dit moment is de waterstand 7,85 meter. En met onze 1,80 meter diepgang kunnen we dan niet onze thuishaven op de Bieland binnenkomen. We hopen dus weer even te gast te mogen zijn bij Markerink. Maar voor nu gaan we eerst even genieten van een mooie tocht naar huis. Het zal een uurtje of 8 varen zijn. En zo direct na de eerste sluis zullen we de Dorenstadum weer als sleepboot, als bootje achter ons aanslepen. Natuurlijk niet als sleepboot, maar als bootje achter ons aanslepen. We wensen iedereen die nu onderweg is ook een hele fijne thuisreis. En we zeggen graag weer tot ziens.